In de strijd tegen het COVID-19-virus is het regionaal streekziekenhuis Wanica RSW momenteel een van de belangrijkste ziekenhuizen in ons land. Reden genoeg voor volksgezondheidsminister Amar Ramadine om in deze fase een oriëntatiebezoek aan de instelling te brengen. De minister kreeg een rondleiding in het ziekenhuis onder begeleiding van de algemeen directeur Jason van Genderen. De bewindsman bekeek de cijfers waaruit hij constateerde dat Suriname, in het bijzonder het Wanica ziekenhuis, een goede job doet of heeft gedaan om dit gevaarlijke virus tegen te gaan. Er zijn totaal 555 mensen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, van wie 165 genezen zijn en de rest in een betere staat naar andere ziekenhuizen zijn gestuurd. Ook zijn er in totaal 26 patiënten op de intensive care opgenomen, van wie 17 stabiel zijn. De resterende 9 hebben het helaas niet gehaald. Op dit moment zijn er 70 patiënten opgenomen. Directeur van Genderen gaf aan dat vanwege het COVID-19-virus eerdere plannen in de wacht zijn gezet. Minister Ramadine gaf aan dankbaar te zijn voor de vrijwilligers die zich in de strijd tegen COVID-19 hebben ingezet. Hij is blij met de zorg die geboden wordt en de daadkracht van de werkers in het ziekenhuis. En moedigde ze ook aan om zich te blijven inzetten voor het welzijn van de Surinaamse samenleving.